...jouw e-commerce bedrijf draait en het wordt tijd om op te schalen. Dan is het tijd om deze twee magische stappen toe te passen... ...waar veel ondernemers bang voor zijn. Trial en error. Dus ben jij klaar om 10k plus per maand om te zetten? Let dan even goed op. Trial en error. In deze fase... Had ik mijn eerste 10k bereikt, dat was niet heel moeilijk. 10.000 omzet op Bol of een webshop, dat is echt peanuts, dat is echt nog niks. Maar dat zeg ik misschien wel heel makkelijk, omdat ik destijds ook wat meer kon voorloven qua investering. Ik had wat cashflow vanuit een andere business, die kon ik erin pompen en geld maakt geld. Dus die eerste 10k was relatief simpel voor mij om te bereiken. Nou, ik had al eens een paar keer al inkopen gedaan. Het, het spelletje leerde ik op een gegeven moment kennen. En ik had alle voorraad nog thuis. Nou, dat was nog prima te doen. No problem ook. Toen kwam de vraag ook bij mezelf. Hoe kan ik verder groeien? Ik heb 10k bereikt qua omzet. Ik wil meer bereiken. Ik keek om me heen. Andere ondernemers waren of ook zover of nog niet zover. Ik had een edge ten opzichte van de rest, omdat ik al een beetje kapitaal had en wat ondernemerservaring had. Wellicht ging het daardoor wat sneller. Maar ik vroeg toch wel bij mezelf: Oké, okay, hoe moet ik dan nu verder groeien? Nou, wat ik heb gedaan destijds is heel simpel. Uh, dat komt uit op twee woorden: research en Testen, research, 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 testen, 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 trial and error. Dat, daar ging het, die hele fase ging erom. Om uh, verschillende manieren te testen, verschillende processen te testen. Hoe werkt dit? Wat is dit knopje? Wat doet dat? Alles uitproberen. Een aantal leermomenten voor mij. Ja, Dit is leuk. En Nog een verhaaltje even te zeiden. Uh, omdat ik de dus spullen thuis had. Uh, en omdat ik hele jonge kids had. vonden ze het ook geweldig om me mee te helpen met inpakken. En ja, dat ging vaak goed. ging ook soms niet goed met de iets breekbaardere spullen. Maar uh, ja, dat is een leuk feitje. Leuk uh, verhaaltje even Het Leermoment voor mij was echt goed onderzoek doen vooraf. Goed onderzoek doen vooraf voorkomt pleisters achteraf. Jammer genoeg zie ik dit vaak genoeg verkeerd gebeuren: dat uh, ondernemers te haastig grote stappen nemen. Uh, kleine stappen nemen prima. Maar ondernemers nemen ook vaak wat ik zie. Te grote stappen, uh, waardoor je later alleen maar pleisters aan het plakken bent. Dus doe vooraf echt goed je onderzoek. Maar val niet in de analysis paralysis valkuil. Okay? Dat is iets waar, waar ik ook een beetje last van heb. Dat is dat je voortdurend aan het onderzoeken bent. En die eerste stap uitstelt, dat je niet durft die eerste stap te nemen. Doe dat alsjeblieft niet. Ga grondig onderzoek doen. Zodra je denkt dat het 80% oké okay is. Zodra je denkt van... Ah, ik moet eigenlijk nog een beetje meer leren. Een beetje beter begrijpen. Neem dan de stap. Niet blanco erin stappen en grote stappen maken. Ik heb destijds had ik ook duizend euro geïnvesteerd. Dat was, dat was ja, een kleine stap. Het waren samples. Maar ik ken ondernemers die tienduizenden uitgeven... aan hun eerste order zonder grondig onderzoek te doen. Dus doe gewoon grondig onderzoek. Of vraag... Een in ieder geval na aan experts of, of mentoren, adviseurs om je heen. Een paar tools, die noem ik dan op, die ik, uh, die ik gebruik en gebruikte. Bulu. Product research, Boltrends.nl. Um, voor eigenlijk de, de trends die je op Bol ziet, maar dan on steroids. Je kan tot duizend resultaten zien in plaats van 10 die je normaal ziet. Helium 10, normaal een Amazon tool, maar ook geweldig voor product research. Import Yeti is om de echte beste leveranciers te vinden van de top aanmerken. En een aantal um, productivity tools zoals Notion, Clickup en Slack, waar ik met het team in werkte. En werk nog steeds. Nu je alle ins en outs weet om jouw e-commerce bedrijf naar 10k plus per maand te schalen, gaan we natuurlijk niet stilzitten. Wij gaan verder schalen. In deze volgende video ga ik je laten zien hoe je naar een 20k plus per maand kan schalen. En ik deel je mijn favoriete marketing tool om dat te bereiken. Klik dus snel op de video en dan zie ik je daar.